Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Detector Nieuws. Ik ga aftrappen met wel heel groot nieuws. Dat was Detector Nieuws. Robert van Velt die heeft het meeste geplaatst ervan. Maar oorspronkelijk waren natuurlijk Gerben ten Buren en Martin van der Beek. Die hebben het uiteindelijk gevonden. En het ging over een hele grote schat, een supermooie schat. Met gouden munten, oorbellen, noem het allemaal maar op, uit de 7e eeuw. Ik ga het stukje even voorlezen, zodat ik niet helemaal de verkeerde dingen vertel. Robert vertelde: eindelijk mag ik het met jullie delen. In 2019 kreeg ik het telefoontje van twee bekende zoekers. Gerben ten Buren en Martin van der Beek uit Twente. We hebben wat gouden objecten gevonden. Wil jij ons helpen, Robert? En waarschijnlijk meer. We hebben inderdaad meer gouden munten gevonden. Het begon echt op een schat te lijken. We hebben daarom meteen contact opgenomen met het agentschap Cultureel Erfgoed en er was een opgraving. In samenwerking met de overheidsdienst mochten Martin, Gerben, Linda en ik het detectiewerk doen. Ook waren er verschillende opgravingen. We zijn hier 3 jaar mee bezig geweest. Deze samenwerking resulteerde in een grote 7e eeuwse schat bestaande uit gouden, zilveren munten, oorbellen, zwaardslag, zilverwerk en dat was waarschijnlijk een plaats van een opoffering voor de goden. Vandaag de officiële presentatie gehad in het Rijksmuseum te Enschede. We zijn er 3 jaar mee bezig geweest. Wat een belevenis om nooit meer te vergeten. De schat is aangekocht door het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Ook in het nieuws is natuurlijk de Nocta Macro Legend. Iedereen heeft er lang op gewacht en misschien wel langer als dat ze hadden gehoopt. Maar alles waar je op moet wachten, heeft een reden. Als ik Dillek mag geloven, heeft het te maken met de testers. Die hebben wat dingetjes gevonden die ze toch nog wilden verbeteren voordat ze het echte product uitbrengen. En dat is logisch. Dat gebeurt eigenlijk heel vaak. Het verschil is alleen dat de meeste metaaldetectormerken niet zoveel bekend maken. En dan vlak voordat ze het echt gaan uitbrengen wat bekend gaan maken. Vandaag dan de eerste zending naar UK gaat, dus naar Engeland. Hoe lang het dan nog duurt voordat ze echt in Nederland zijn, weet ik niet. Dat kan ook deze week zijn, maar dat kan ook nog even duren. Geen idee. Dan heb ik altijd een rubriekje, YouTuber van de week. Of YouTuber van de aflevering, laten we dat maar zeggen. Want ik kom er niet aan toe om elke week een Detector Nieuws te maken. Deze keer hebben we Mudlarking Netherlands van Mudbagger. Ik ken de beste man niet. Ik weet ook niet waar die is. Hij is ergens in Nederland een soort Mudlarking aan doen. Mudlarking kennen we allemaal vanuit... in Engeland is het redelijk populair. Dan ga je... Als het laag water is, ga je de rivierbedden af en dan kun je dus echt oude stadsdingen vinden. Deze man, ik denk dat hij of bij de zee of bij grote meren, ik weet niet waar die is, maar die haalt allerlei leuke dingetjes uit de modder. Mudlarking, gewoon letterlijk mudlarking. Het is gewoon heel relaxed. Ik zit s'avonds op de bank en dan zit ik gewoon af en toe zit ik gewoon eens even een filmpje van hem te kijken. En dan zit ik gewoon letterlijk mee te zoeken. Want hij heeft zijn camera naar beneden gericht. Hij laat natuurlijk niet zien waar die is. En hij laat zichzelf eigenlijk ook niet zien. Dus er is wel wat commentaar en hij vertelt wel iets. Maar het is vooral meezoeken. Omdat hij zijn camera naar beneden gericht heeft. En dan probeer ik eigenlijk een soort wedstrijdje te kijken of ik zie wat hij pakt voordat hij het gepakt heeft. Het is gewoon, ik kan het niet zo goed uitleggen, maar... hij verdient een dikke pluim. Ik vind het een leuk kanaal. En mocht je kijken, Mudbagger, het lijkt me hartstikke leuk om een keer met je mee te gaan. Gewoon één keertje, geen verplichting of zo. Maar het lijkt me gewoon leuk om een keer met jou mee te gaan, om ook een keer te mudlarken. Het lijkt me hartstikke leuk. Ik vind het een leuk kanaal. Ga even kijken. Het staat achter me. Dus jullie kunnen het bij deze zo vinden. En... geef die man even een duimpje en een sub, want hij verdient het wel. Vind ik leuk. Dan gaan we door naar het blokje Deus. XP Deus 2 of Deus. Ik krijg veel commentaar dat ik Deus zeg. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb er ondertussen voor mezelf een beetje een grapje van gemaakt. Ik blijf lekker Deus zeggen.
De XP-Deus 2, ik heb hem nu al een tijdje gebruikt en ik krijg best wel vaak de vraag, is die zo goed? Is het de heilige graal? Is het waarom kom je niet met een review? Nou, dat is heel simpel. Het lijkt wel een heel dik boek. En het dikke boek moet je twee keer uitgelezen hebben voordat alle kwartjes vallen. Het is niet zo simpel dat je een paar uurtjes met deze metaaldetector gaat lopen en dat je dan volledig je mening kan of mag geven. Want er zit gewoon heel veel in. Ik ben niet zo goed in lezen, maar gelukkig wel met metaaldetectors. Dus ik ben lekker aan de gang geweest. Ik ben naar het strand geweest, ik ben op het land geweest. Ik ben zelfs nog met mijn voetjes in het water geweest. Ik heb het meeste op akkers te meegelopen. En vooral alle menus doorgenomen. In alle menus heb ik ook nog eens de settings geprobeerd. En ik kan niets anders zeggen dan dat het een fantastische metaaldetector is. Is het te vergelijken met een Deus 1? Met de eerste versie van de Deus? Ja en nee. Ja, als je het hele setje bekijkt. De koptelefoontje is hetzelfde. De bediening unit lijkt erop. Daar heb ik het eventjes op als je hem vast hebt en niet als je hem aanzet. En dit is natuurlijk eigenlijk gewoon het oude vertrouwde setup. Je kan de maat van je schotel kiezen. Ik heb dan voor de 28 gekozen. En voor de rest is dat wel een beetje hetzelfde. Zodra je ermee gaat lopen, kom je erachter dat het totaal anders is. De geluiden zijn soms vergelijkbaar, maar hier kan je dus ook kiezen tussen square of pitch en... Het is toch weer anders. Het is moeilijk uit te leggen. Ik denk dat alleen een Deus gebruiker, dus iemand die de XP Deus 1 had en daarna de 2 hebt, zal het verschil begrijpen. Koop je voor het eerst een metaaldetector en ga je gelijk in de Deus 2 beginnen, dan maakt het niets uit. Heeft het een meerwaarde? Ja, absoluut. Ik kan wel zeggen, ik heb 5 jaar lang met de eerste versie van de Deus gelopen. Met heel veel plezier. Ik loop nu een tijdje met deze. En ik kan je nu al zeggen dat deze echt wel een meerwaarde geeft. Het is een flinke aankoop, dus is die voor iedereen weggelegd? Nou nee, ik denk dat als jij een beginner bent of wel een ervaren zoeker, maar je zoekt niet heel veel... Ik kan natuurlijk niet bij iemand in zijn portemonnee kijken, maar volgens mij is het best wel overdreven om dan een metaaldetector van €1500 te kopen. Hij is best prijzig. Is hij het waard? Ja, hij is het zeker waard. Maar is hij het waard voor een beginner? Nee. Nee, want die beginner die is veel meer bezig met het leren begrijpen van deze metaaldetector als dat hij in het zoeken is. En zoeken is de eerste vereiste om te leren zoeken. Eigenlijk is het dus gewoon een topset. Als ik dan iets negatiefs zou moeten zeggen. Nou ja, negatief vind ik eigenlijk ook een veel te groot woord. Als ik dan iets, een puntje van kritiek zou moeten leveren. Maar of dat helemaal terecht is, weet ik dan ook weer niet. Is de koptelefoon. Ik vind deze koptelefoon gewoon niet mijn ding. Het is een beetje, wobbelig. Sommige mensen zweren erbij, die vinden het lekker zitten. Want dit zit natuurlijk een beetje in je nek. En je kan hem, als je een pet op hebt, kan je hem gewoon in je nek leggen en er is niks aan de hand. Plus dat hij best wel heel uitgebreid is, want je zou deze niet eens nodig hebben. Je kan met deze de hele metaaldetector bedienen. Ik ga jullie wat aankondigen of vertellen, zonder dat ik eigenlijk echt iets ga vertellen. Met zoveel nieuw geweld is er natuurlijk een merk wat niet achter kan blijven. En ook die zijn heel erg druk bezig. Ik heb het over Quest. Ik heb het geluk dat ik best wel nauw betrokken bij Quest ben. Binnenkort uitkomen met accessoires. Bijvoorbeeld een rugtas waar je metaaldetector in kan. En zo zal er een nieuwe pettenlijn komen en nog wel meer dingen. Nou, dat is op zich hartstikke leuk voor de mensen die van Quest houden. De Quest supporters is dat hartstikke leuk. Maar voor de mensen die echt geïnteresseerd zijn in metaaldetectors, en je hoeft niet eens zozeer Quest-liefhebber te zijn, is er wel wat interessants aan de gang. We zijn bezig met een nieuwe metaaldetector. Ik kan jullie nog niet vertellen wanneer die uitkomt. Ik kan jullie nog niet vertellen wat de specificaties zijn.
Ik kan jullie nog niet vertellen wanneer die uit gaat komen. Ik kan jullie eigenlijk nog helemaal niks vertellen, maar dit is het allereerste testmodel. En dat betekent dat hier nog heel veel werk aan zit en dat betekent dat hier nog heel veel aan moet gebeuren voordat die echt uitkomt. En vandaar dat ik nog niet zo heel veel ga vertellen. Ik ben natuurlijk maar een heel klein schakeltje, maar we zijn er mee bezig. Maar er zal misschien, hey Poes, iets... Dit was hem alweer, aflevering van Detector News. Vonden jullie nou een leuke aflevering? Vonden jullie nou interessant of vonden jullie er wat van? Laat het even onder in de reacties achter. Vergeet niet de duimpje achter te laten. En voor de 50% die kijken en niet geabonneerd zijn, druk dat knopje even in. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.